We staan hier vandaag op de gouden schoen en wij gaan vandaag voetbalmythes bevestigen of ontkrachten. Let's go. Voetballers hebben hele mooie vrouwen. Dat is niet waar. Ik heb een hele mooie vrouw, dat is correct. Ik heb een mooie vrouw. Je moet zien wat je zegt, hè. We zullen ja zeggen. Wat is de reden daarvan, denk jij? Is dat geld? Is dat beroemdheid? Is dat... Ik denk een combinatie van alles zeker, hè? Maar vooral geld hoor. Waarom denk je dat dat komt? Ja, wat wil je horen? Centen? Ja, dat wil je horen. Beroemdheid? Ja, ja. Een soort vrouw, hè? Alsof er ergens een fabriek bestaat van wax, waar die allemaal zo in geperst worden. In veel te strakke jurken. En dat er zo heel iets meer aandacht aan de borsten wordt besteed. Zoiets. Het is een balsport, hè? Correct. Dan staan we hier met 3 mannen. Ja. Voetballers die douchen samen naakt onder de douche. Meestal wel, maar er zijn toch sommigen die af en toe een onderbroek aanhouden. Ik doe dat wel, maar sommigen doen dat niet. En sommigen doen dat wel, maar... Nee. Nee, nooit? Nee, niet allemaal. Nee, niet allemaal. Sommigen douchen gewoon in onderbroek. Vergelijk dan ook eens met mijn buur. Tuurlijk vergelijk met een buur. Nee, wij doen dat niet. Nee. Nee, dat meen ik. Nee, ben ik ook totaal niet mee bezig als ik douche. Ja. Vergelijk je? Jongens onder elkaar, mannen onder elkaar. Nee, ik denk niet speciaal. Oh ja, ik denk, zoals ik zeg, dat er inderdaad niet veel spelers niet meer gewoon helemaal naakt douchen. Dus dat er eigenlijk niet echt veel over gesproken of over echt gelachen wordt. Nu toe heeft elke voetballer al gezegd dat ze dat eigenlijk niet doen, maar ik denk... Jawel, die liegen allemaal. Die liegen allemaal. Dat dacht ik ook. Iedereen naast elkaar zegt van, allee, kijk naar elkaar, zeg maar, piemel, zeg maar. En de ene zegt van ja, die is klein en de andere zegt van die is groot. Maar ik ben gewoon eerlijk, je kijkt gewoon een keer af en toe. Kreek onder staal lopen ze meestal weg. Dat snap ik. Dat is niet waar. Laten we zeggen, hij is de keeper, maar als wij aan het toetsen zijn, staat hij tussen de palen. Snap je?